ik bezin uw machtige. Pashat Emor. Vayomer Hashem aan Moshe. En God zei tegen Moshe. Emor el Kohanim. Zeg tegen de Kohanim, de priesters, Bnei Aaron, de zonen van Aaron. Ba'amarta alihem. En je moet tegen hen zeggen. Enzovoort. Wat staat er dus? Emor el Kohanim. Zeg tegen de Kohanim. En zeg tegen hen. Dat is dat teken, dat zeggen. En de vraag is, wat is dat dubbele hier? Daarop wordt opgemerkt, lahazhir gedolim ala ketanim. Dat wil zeggen dat men de groten, de volwassenen, als het ware moet waarschuwen, dat zij weer de jongeren zullen waarschuwen. Een kwestie van opvoeden. In een brief van de Rebbe, Tafshichof Dalet, 1964. Daar brengt de Rebbe deze opmerking. En mooi van Amarta. Dus zeg, en je zult zeggen. Laat hier gedolim alle ketanim. Om de volwassenen te wijzen wat betreft hun plicht ten opzichte van de jongeren. Dat is baulam bichlau, in zijn algemeenheid gezegd. Maar het kan ook begrepen worden, baulam katan. Hoe Adam, de kleine wereld. De kleine wereld, dat wil zeggen, de mens zelf. Bij de mens zelf kan je ook spreken over het begrip groot en het begrip klein. Wat is het begrip groot? Groot, dat slaat op het hoofd, het verstand en de wijsheid. En klein, dat is eigenlijk alle ledematen, het hele lichaam. En dat wat we doen. En dan is de opdracht. Laat hier gedolim ala ketanim, de opdracht aan het verstand, de wijsheid, om van invloed te zijn op datgene wat de mens doet en wat de mens nalaat te doen. Die opdracht, zoals de uitdrukking is, gadol limut shemevi lede maase, groots is het leren, dat uiteindelijk leidt tot daden. In diezelfde brief staat de Rebbe stil bij de gedachte van Pesach Sheni. Pesach Sheni, afgelopen zondag. En de Rebbe citeert zijn schoonvader, zijn voorganger, de zesde Rebbe. En die zegt, wat is het idee van Pesach Sheni? Pesach Sheni wil zeggen, het is niet zo, kein vervallen. Sheni is te zeggen, er is niet dat het vervallen is, dat het verloren is gegaan. Want Pesach Sheni was, als iemand op het eigenlijke Pesach, zeggen de middag voor Hakamatzot, op de 14e Nisan, niet het Pesach over had kunnen brengen, dan kreeg hij herkansing een maand later op 14 Iyar. Hij kreeg een herkansing. Al is die ook zoals de Torah er zegt, Shehaya bederige Gokka, hij was op een verre weg. Dat wil zeggen, hij was ver weg van het Jodendom. Afilu lachem. Dus wordt hier geciteerd, de tekst zoals dat in de Torah voorkomt, bij de wet van de Pesach, Sheni, van de tweede Pesachoffer. Zelfs als dat is geweest, Beert Sono, hij heeft bewust daarvoor gekozen. Maar ook dan is de mogelijkheid van een herkansing aanwezig. Dat is de gedachte van Pesach Sheni. Ik kom nog even terug op die eerste opmerking in de brief. Lahas hier gedolim al haketanim. Lahas hier, dat heb, ja, vertalen we dan met waarschuwen. Maar daar zit het woord zohar in. En zohar betekent schijnsel. Opvoeden, ja, dat moet op zo'n manier zijn. Laat hier, dat wil zeggen, dat je laat schijnen, dat je op het kind, of de leerling, of wie het mogen zijn, op wie je positieve invloed wilt uitoefenen, dat zo zal doen, dat uiteindelijk de ontvanger van die boodschap ook weer gaat uitstralen. Dat is van het woord zohar, laat hier. Maar de donderdag van deze week, Lak Ba'omer, daar denken we toch ook aan. Rashi, Rabbi Shimon Bar Yochai, de samensteller van het boek De Zohar.
het boek waarin ons duidelijk gemaakt wordt, er is meer tussen hemel en aarde. Er is ook meer dan dat wat op het ogenblik in onze maatschappij gebracht wordt, van alles is gewoon materie en dit is het. Nee, er is veel meer dan dat. En wanneer we de boeken van de Zohar lezen, de Kabbalah, of Chassidut, dat daar onder andere een Kabbalah is ontnomen, daarvan uitgegaan is, dan zien we dat de wereld Zohar wordt, dat die stralend kan worden. En als je zelf stralend bent, dan kan je dat ook weer overbrengen op anderen. En dat is ook inderdaad een opdracht die we allemaal hebben. Ik lees u een geschiedenis voor, waar eigenlijk die gedachte ook naar voren komt. Een jonge vrouw werkt op een kantoor. Niemand kijkt echt naar haar om. Niemand zegt haar 's ochtends goeiemorgen of een prettige avond als ze naar huis gaat. Op een ochtend komt ze te vroeg op haar werk en is het kantoor nog dicht. Ze gaat naar een hoedenwinkel in de buurt en begint te passen. De verkoopster prijst haar over hoe mooi de hoeden haar staan en hoe goed ze eruit ziet. De vrouw straalt. Ze zoekt een hoed uit, rekent af en verlaat gelukkig en stralend de winkel. Onderweg naar kantoor stoot een jongetje zijn moeder aan, wijst naar de vrouw en zegt: "Wat ziet u er mooi uit." Als ze op kantoor komt, groet iedereen haar. En bij het naar huis gaan, wenst iedereen haar een prettige avond. De vrouw straalt, is helemaal gelukkig en komt blij thuis. Ook haar vader zegt haar dat ze er zo mooi uitziet. Verder vertelt hij dat de verkoopster van de hoedenwinkel heeft gebeld. Je hebt een hoed gekocht. Je hebt die hoed betaald, maar je bent vergeten die hoed mee te nemen. Ik wens u een stralende Shabbat. Het is tijd dat u ons redt. Voer uw volk uit ballingschap in Gajoek verbannen lang. Geest en ziel, Jeruzalem, klinkt daar spoedig ons gezang. Yarimba, oh.